Dag allemaal en welkom bij een nieuwe video van Juf Aminozuur. In deze video ga ik het hebben over de hormonale veranderingen in het lichaam tijdens een zwangerschap. Dus zit je in de bovenbouw HVWO en moet je dit kennen, kijk dan met me mee. Allereerst, mocht je de video uh, over hormonale regeling van de voortplanting en dus ook als er geen zwangerschap plaatsvindt nog niet hebben bekeken, kijk die dan eerst even terug. Um, dan snap je deze video ook wat beter. Goed, als er wel zwangerschap heeft plaatsgevonden, dan heeft er dus bevruchting plaatsgevonden. En wat de bevruchte eizel dan gaat doen, is meiose 2 afmaken. De bevruchtige eizel gaat ook delen en die deelt zich tot een klompje cellen. Dat klompje cellen gaat zich vervolgens innestelen in het baarmoederslijnvlies. En daar gaat het vlokken vormen. En die vlokken, die worden het begin van de placenta. En wat gaat de placenta dan doen? Die produceert HCG. En HCG is een hormoon dat via de placenta uiteindelijk ook in het bloed en ook in de urine van de moeder terechtkomt. Dat is het hormoon waarop zwangerschapstesten gebaseerd zijn. Dus uh, zwangerschapstesten die testen of er HCG in de urine van de moeder zit. Um, hier zie je boven de hormonale veranderingen. Gedurende de menstruatiecyclus en onderin zie je de hormonale veranderingen tijdens een zwangerschap. Het grootste verschil is, um, zijn de zwarte lijnen, en de blauwe lijn en de groene lijn hier. Dus wat er gebeurt tijdens een normale menstruatiecyclus wanneer er geen bevruchting plaatsvindt, is dat, de pro, uh, dat progesteron en de oestrogenen op een gegeven moment veel minder worden en daardoor een menstruatie uh, komt. Bij een zwangerschap. Neemt HCG toe en ik ga nu laten zien waarom daardoor ook progesteron en oestrogeen weer toenemen. Dus de placenta maakt HCG en HCG houdt het gele lichaam intact. En wat doet het gele lichaam? Die maakt progesteron en oestrogeen. Daardoor blijft het baarmoederslijnvlies intact en omdat het baarmoederslijnvlies niet wordt afgebroken, is er ook geen menstruatie en dat is vaak het eerste teken van een zwangerschap. Dat een vrouw over tijd is. Um, daardoor, door progesteron en de oestrogenen, is er ook een blijvende rem op FSH en LH. En omdat die uh, hormonen niet meer geproduceerd worden, is er ook geen nieuwe folliculrijping. En daardoor uh, kunnen alle voedingsstoffen en kan alle energie naar het ontwikkelen van dit klompje cellen gaan. Wat uiteindelijk dus een baby wordt. Op een gegeven moment vervangt uh, de placenta uh, de functie van het gele lichaam. Dus de placenta gaat nu progesteron en oestrogenen maken en daardoor is het gele lichaam niet meer nodig en verschrompelt het. En op een gegeven moment stopt ook de vorming van HCG omdat de placenta um, dat allemaal alleen kan. Dus je ziet hier in het begin dan een hele grote toename van HCG, maar op een gegeven moment verdwijnt dat ook. In BINAS tabel 86e kun je een vergelijkbare grafiek van de hormonale veranderingen vinden in het lichaam tijdens een zwangerschap. Dus dat is hoe een zwangerschap um, eraan toe gaat. Um, dan, mocht je nog een vraag hebben, laat het alsjeblieft weten in de reacties. Um, mocht je er wat aan gehad hebben, mocht je de video uh, leuk vinden, laat even een like achter. En verder ben ik te vinden op Instagram, jufaminozuur, en op TikTok, at jufaminozuur. Dankjewel voor het kijken, en tot ziens.